Welkom bij Sander's Minecraft Survival Kids. Hallo beste kijkers en welkom bij de eerste aflevering van Sander's Survival Kids. Ik ga jullie nu uitleggen hoe jullie een crafting table moeten maken en hoe jullie dus een oven moeten maken. Eerst moeten we hakken. Dus pakken we een pickaxe voor. En dan moeten wij een aantal stenen hakken. Nou, kunnen we mooi hier doen. Dit is al mijn die ik zelf heb gemaakt. De monster. Hoe die erin komt, weet ik niet. Maar even kijken. Nee, dit is niet genoeg. Nou ja, ik hak anders hier wel een stukje. Maar dat is ook niet de goede die dan. Ja. Dat is wel de goede. En dan doe ik het zo. Maak ik hem even dicht. En dan vervolgens ga ik naar mijn huisje. En daarin ga ik een oven maken. Of nou, laten we eens even de crafting table maken. Dat is wel handig. Je moet wel hout hebben. Ja, kijk eens. Je hebt hout. En dat verkrijg je. Dat is ook wel handig om te laten zien. Op deze manier. Vergeet niet dat ik allemaal nog een beginner ben. Maar ik wil gelijk vanaf het begin af aan... wil ik even filmpjes zo maken, want dat is mijn doel. Dus ik ben nog gewoon een beginner hierin. Nou goed, nu ga ik hakken. Zo, nou, ik heb even hout gehad. Nou, ik ben dus wat even wat hout aan het pakken. Ik ben net zoals dood gegaan. Ja, want ik probeerde de map te vinden, maar ik zou nog goed niet weten hoe je die open moet maken. Dus als jullie het weten, kunnen jullie dat even daar even in de steen schrijven. Waarschijnlijk weet ik het zo. Maar goed, ik ben dus nu bezig met het om hout hakken. Want ik had eigenlijk best wel wat hout nodig. Ik doe het eigenlijk best niet te vaak. Eigenlijk, nou, niet zo vaak doe ik dit. Dus vandaar. Ja. Nou, op zich, het hakken, dat gaat wel lekker. Nou, ik denk dat ik wel genoeg hout heb. Nu ga ik jullie laten zien hoe je een crafting table moet maken. Oftewel, ja, de crafting table. Oh, ik zie appels. Die kan ik niet laten leggen natuurlijk. Sorry jongens. Daar zie ik nog meer appels. Sorry voor dit. Nou. Even lukken op de opgekomen. Ja, dat klopt er maar. Dat is waar. Ja hoor, dat wel. Zo, nou goed. Nu ben ik weer bij mijn goedkope skeren huisje. Hier, komt er maar. Oké. Nou, dan ga ik even wat steen pakken. Keisteen om te laten zien overmaken. En hoe je een crafting table maakt. Allereerst laten we de crafting table maken. Nou, weet je wat? Ik zet hem wel even boven neer. Aangezien ik er al 36 heb. Dan gaan we er boven. Zet ik hem hier toe neer. Oké. Nou, een crafting table is heel simpel. We gaan naar inventory. En dat pakken we hier zo op. Ja. En dan hebben we 4 stukken hout. Ja. En wat doen we dan?
Oh. Nou, crafting table. Alsjeblieft, ook het rode werkbank in Nederlands. Ik vind het eerst veranderd. Nou, dan zet ik de crafting table, die zet ik daar klaar. Hoppatee. En druk op de rechtermuisknop om vervolgens de crafting table te pakken. Of ja, te gebruiken. En dan vervolgens vul ik dit er helemaal in zo. Hop. En we hebben een oven. Nou, is dat echt gemakkelijk. Dus, nou, dit is dus hoe jullie het kunnen doen. Even kijken, zo. En klaar. En dan gebruik je hem inderdaad weer met de rechtermuisknop. En idem, dito, ook met de rechtermuisknop. Nou, bedankt voor het kijken naar deze tip voor Minecraft. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. En dat jullie abonneren op mijn kanaal. Later.